Media. We hadden ook nog zo'n heel diep gesprek met drie moeders, vlak voor de musical, weet je. We waren ja. zo'n heel erg, heel erg van, van, oh en ik heb dit en ik heb dat, en heel mooi gesprek. En toen dacht ik, ja jeetje, nu gaan ze allemaal weg, ah, ik moet ze vasthouden. Ja. En toen zei Gijs, toch leuk, dit was ironisch, uh, hoe jij altijd van een heel mooi en gelukkig gevoel iets kan maken van, had ik maar. Uh, hoe je eigenlijk van iets wat je heel goed hebt gedaan, toch even iets kan vinden wat je, je misschien gaan niet gaan goed hebt gedaan. Ja, dat, dat is het, hè? Ja, dat is zo bizar. Hi, Lies. Hallo, hallo. goedemorgen, man. <laughs> goedemorgen. Hi, ik ben gek hallo. mens. Hallo. Hey, uh, <laughs> wij hebben het over duiven gehad, we hebben het over meeuwen gehad. We hebben het, uh, we we hebben eigenlijk al, al hele podcast aangestuid. gemaakt. Ja, maar ik uh, toch ben ik blij dat we nu even op de nou, we zijn we hebben lekker ingepraat. Dat is we ook zijn wel goed. heel erg ingepraat. Ja. Uh, we gaan het vandaag hebben over van alles en nog wat. Ja, maar eerst even over de leuke reacties, want wij, wij hebben oh echt... ja weer zulke fijne reacties gekregen. Sorry, mijn maag zit te rommelen. Ik heb jij hem dat wel ik... genoeg gegeten, lieve schat? Ja, 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 ja. Maar het is soms maar dat hij gewoon de schaal op... met die koekjes staat ja. van vorige week. Het is voor de audio ook wel weer heel Als Ik ga zitten smakken de hele tijd. Ja. Um, ja Mensen kwamen met tips voor jou, liefs. Uh, vogelherkenningsgeluiden, sites, apps, natuurlijk. Ja. Uh, en uh, ja, dat is eigenlijk gewoon best wel dom dat ik dat. Ik heb dat niet. Maar, nee, maar ik, ik dat heb het omdat jij ja. een kind van de jaren zeventig bent. Nee. Je moet gewoon even bijgepraat worden. Ik had dat een gebied. app die heette Chill En dan oh. zal ik de hele tijd met die Chill maar dat lukte niet. En dan nou heb ik tot mijn uh, schaamte, zal ik jullie dit er maar even laten horen. Heb ik bijvoorbeeld, dan ben ik in het bos en dan doe ik dit. Hoor je dit? Dan hoor je natuurlijk alleen maar mij heel zwaar ademen met wind. Dit. En dan staat hier karikiet. Klein vraagteken, oh, dat gaf je dat op een je Dan nee, dat is dan wat ik zelf erbij oh, bedenk, en dan, oh, ga, ik later dan ga ik later dan bedenken: wat is het in godsnaam? Maar het is het is, het is, het, het is heel toch? diffuus geluid. Dat is gewoon Dit niet uitwijs. iets beter. Deze dan opname. kan je natuurlijk niet uit worden, nee. Maar eigenlijk is het, zijn het dan uh, uh, een beetje uh, ja, hoe noem je dat herinneringen die je hebt bewaard van hele mooie momenten. Ja. Dus ik, ik weet nog dat ik me heel gelukkig voel dat ik dacht. Oh, ik moet opnemen hoe dit klinkt en wat het is. Dit is de Boschrietzanger, denk ik. En dan neem ik het op. Met een vraagteken. Met een vraagteken. Oh, Lisa, ja, Maar dat nou, zijn dan wel hele fijne middagen. Ja, tuurlijk. Dat is toch net zoiets: een beetje een slechte foto nemen van dingen. Ja, ja. precies. Hier bedoel, hebben we zo gelachen. Ja. ja. Dus ik ga, dat, uh, ik ga die app er wel opzetten. Ja, heel Want, goed. Uh, Misschien dat het toch lukt. Ik had ja. trouwens ook nog even een natuurweetje weetje voor jou. Deze week vertelde een vriendin aan mij. Dat dolfijnen een naam hebben. Alle dolfijnen hebben een eigen naam. Ja. En die vertellen ze elkaar ook als ze elkaar tegenkomen in het water. Hè? Ja, dus dan is het van piep, piep, piep. piep, piep. Ja, ik doe het nu even nog ja. dolfijnnaam. Ik weet niet precies hoe het gaat. En dan uh, zwemmen ze weer door. En dan als ze elkaar dus weer tegenkomen, soms jaren later, weten ze elkaars naam nog. Ja, ik... Zouden ze dan met andere dolfijnen ook wel eens hebben over een andere dolfijn? Ja, ik denk van, dat uh, het quarodelen. Heb jij uh, piep 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 uh, laatst gezien? No. Ja, ja. ja. vond ik. Ook. Weet je wel? Dat ze dus ja. roddelen over anderen en dan via die naam. Ja. Wat heeft die een? Uh, <laughs> Precies. Een, een stompe snuit, hè, of zo. Ja, of wat ik... deed ze overdreven? Ja. Ja. Wat geweldig. Ik vond het zo. Maar ja. toen dacht ik van ja. Maar wie zegt eigenlijk dat niet alle dieren namen hebben ja. en die de hele tijd met elkaar uit een een visitekaartjes. Nou ja, kijk als je een naam niet kan uitspreken, dat betekent niet dat je niet een individu bent. Dus je kan als koe ook een specif specifieke geur hebben ja. en die kan een ander herkennen en denken: hé, hey, dat is Anneke 23" of, of "Ja, hey, hey, dat is Ruud." Ja, of het is poepgeur. Is ja, of dat is poepgeur ja. 123. Ja. Ja, precies. <laughs> het is, het is het dus, bij dus wij, wij noemen zo. dat een naam, maar, ja. maar, maar Nee, zij grappig hebben... De dus dolfijnen hebben echt dat van uh, aangenaam. Nou, dat zeggen ze dan niet, ja. maar ik ben die en die en die. Dat, dat vind ik dus zo grappig. Dat ja. is, want inderdaad, ik denk dat... Ik bedoel, Wally herkent uh, honden aan hun anus, basically. Ja. Dat zal ze ook niet achter stoelen of banken steken. Nee, je anus is echt een, een je individuele anusafdruk. Dat ja. is als dier heel belangrijk. Ik blijf dat een moeilijk moment vinden hoor. Als je dan te, met twee baasjes zo staat. En, en, je, ze, je... en ze gaan heel erg met elkaar aan. Met, ja, met dan dus moet ik altijd even mijn ogen zo wegdraaien. Van, ja, Nou ja, goed, dat is hun ding. Ik snap het. Ja. Maar je kan... Dus als een dolfijn zegt... Die doet een soort begroetingsritueel. Ja, blijkbaar. En die doet dat op een bepaalde manier. Met een bepaald geluidje. En dat is dan de naam. Dat is de naam. Ja. ja, wat leuk. leuk. hè? Ja, heel nou, dat, dit erg heb leuk. Dit hebben speciaal voor wat... jou bewaard. Dat vind ik echt geweldig. Ja, vind ik ook. Nou ja, dat wil ik je even meegeven. Ach, die dieren. Oh. Ze blijven je toch verbazen, die <laughs> gekke beesten. <He>? We <laughs> weten er eigenlijk <laughs> nog zo weinig van. <laughs> nou goed, goed uh, wat gaan we doen vandaag? Onze wekencijfer geven. Een wekencijfer geven. We gaan heel veel problematiek oplossen. Oh, een hele scala uh, aan problemen. Ik heb zelf een klein probleem, maar niet een... een, 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 een en er en zit ook een, een best een... Uh, ja, Heftig verhaal bij van mij, oh, dat ga ik jullie vertellen. Spannend. Dat wordt leuk. Uh, heeft ook Heel veel met aanessen te maken. Oh, leuk! Uh, daar hou ik van. Er zitten twee oh, dingen ja, in onze hand, wat echt heel fijn is. Want, uh, nou, dan, dan kunnen we deze podcast maken en dan kan dit gebouw overeind blijven staan. En dan kunnen we deze microfoon van betalen, dus mensen en echt... heerlijke koffie die we hier zitten. Precies, want je denkt toch niet dat deze pen zomaar uit de lucht komt vallen? Nee, daar wordt kaart voor gewerkt. Door de adverteerders. Die nu op een kantoor al dat geld zitten te verdienen. En wij hier wegkletsen. <laughs> Wervend, okay. Lies. Um, en dan uh, sluiten we rustig af. Nou, dat moet ja. ik nog te bezien. Sorry. Met Lies' uh, Natuurhoekje. Yes. Ja. Gezellig. Ik hoor van heel veel mensen: ja, je, dat Natuurhoekje spreekt je te zacht in. Ja. En ik hoor ook van heel veel mensen: Oh, lekker hoe zacht je dat inspreekt. Ja. Maar ja, op een gegeven moment zit je dan op in Instagram alleen maar te kijken: Oh, wat kut dat Natuurhoekje? Want ik val in slaap. En de ander zegt dan, oh, heerlijk. Ja, ja, wat moet ik er nou Liz, mee, ik vind jongens? Zal ik het zacht of nee, niet hard do, inspreken? You do you. You do okay. you inspreken. En ik okay. zeg, er zit een volumeknop aan je, wat je ook gebruikt, je cd-speler. Ja. Dus gewoon omhoog met dat ding uh, ja, als je ik, niet kan ik, snap, ik kan het ik, dus altijd prima Ik snap verstaan. ook wel dat mensen dat hoekje saai vinden. Nee. Maar ik snap ook dat mensen denken, hé, lekker, ik denk even aan niks. Dus ik weet niet zo goed. Nee. Dus als je het stom vindt, het hoekje... Zet het gewoon uit, want dat, ja. dat snap ik ook ja. heel goed. Weet je mag je wel. Allerlei Niet onderdelen iedereen uitzetten. zit op een hoekje te wachten. Met, soms wil je door en je denkt, nou, ik heb het wel weer gehoord. Dat is ja. ook oké. Okay. Ik zit wel op het hoekje te wachten. Ah. Ik zit nu al op het hoekje te ik wachten. Ik doe eigenlijk het hoekje alleen maar voor jou, dat ja. weet je, hè? Nou ja, okay. Dat vind ik heel fijn. Okay. Anders ga ik huilen. Nou. Um, Lies, welk cijfer geef jij je week? Uh, dat is eigenlijk een heel oppervlakkig cijfer. Ik geef mijn week een uh, 7+. plus. Hm. Zeven. Het was ook een beetje een emotionele week. Met afscheid nemen en, 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 en van dingen. Wie? En na nou, het eindexamen van mijn zoon doet eindexamen. Dieetje. En dat heeft altijd een beetje zo dat vlak voor de vakantie, een soort uiteindelijk gevoel. Ja. Maar goed, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Voltheid. Maar heeft hij ook lusse um, uitreiking? Ja, waarschijnlijk vrijdag. Want hij doet staatsexamens en dan heeft hij oh. dus vrijdag een. Uitreiking. Maar het is allemaal heel vaag, jongens. Wat het is vervelend dat je dat niet van tevoren een beetje weet. Ja, ik ga toch maar gewoon een restaurant reserveren. Ja, dat sowieso. Zodat doen. je dan toch wat ja, kan gaan eten. Ja, ja ja. Dat moet. ja. ja, het is wel zo dat dus met dit soort van die uiteindelijke dingen, dan voel je heel sterk uh, dat je eigenlijk uh, in je eentje bent ja. als moeder. En dat, um, ja, god, het begint eigenlijk allemaal heel emotioneel. begin van oh, deze podcast, Liefert, maar, ja. maar dat, dat, dat heeft altijd op mij een enorme weerslag. En dat uitzicht dan in dat ik bijvoorbeeld vervelend doe, heel erg ga piekeren ja. of uh, uh, onhebbelijk ben of zo, weet je wel, namen ja. naasten. Maar dat komt dan eigenlijk uh, komt dat dan door, het door het feit dat je denkt, iedereen zit dan maar met z'n allen, weet ja. je wel. En... Ja, en een vader en een moeder of ja. twee moeders of twee vaders ja, die samen gewoon kunnen genieten. Ja. Dat maar lijkt goed. me ook heel kut om dat niet te kunnen delen. Ja, dus daarom is het niet een 7,5. Nee. Want de 7 plus, die plus is wel, komt ook door het feit dat ik een bureau heb gehuurd. of een ach Jezus, hoe noem je dat? Ja, het is voor mij allemaal heel nieuw, jongens. Ik zit op een kantoor nu. Je hebt een werkplek. Een werkplek. Ik ben er, al, ik ben er één keer geweest. En toen heb ik ook niks daar gedaan. Maar ik dacht, dan ga ik dan mijn boeken <laughs> neerzetten. Ook voor mijn natuurhoekje dingen. Ja. Ik ga hulpgidsen neerleggen. Uh, taoïstische uitspraken. Ja. En dan ga ik die, deze podcast daar rustig een beetje voorbereiden. Heerlijk. Ik weet niet of dat Lies, lukt, maar e ik ga het gewoon doen. Ik heb ook zo'n plek. Het is echt life-changing. Ja. Het is zo fijn. Nou ja, waar we het laatst over hadden, dat je bijvoorbeeld niet eerst hoeft te stofzuigen en uh, afwas van drie weken weg hoeft Daarom, te Daarom, naar aanleiding daarvan, dacht ik, ik ga dat gewoon proberen. Ja, je komt gewoon bij een, 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 een clean desk aan en dan ga je gewoon je laptop neerzetten ja. en dan ga je ze typen. en, ja. en er ja, er zijn wel andere mensen, dat is ook heel fijn, maar niemand die zegt Die zijn ook van... heel moeilijke dingen aan het doen. Ja, dus die precies, zijn ook die aan zijn het... keihard aan het werk. Ja. En niemand zegt, mag ik een tosti en zou jij hem willen maken? Precies. Dat gebeurt gewoon. Of het wc-papier is tosti. Ja, ja. ja, dan zeg ik tegen mijn kantoorgenoot, nou, ga naar de winkel en koop wc-papier. Ja, maar dat... En er is eigenlijk altijd wc-papier, dat is het mooie. Ja. Het is iets heel fijn. Zo'n dus een werkplek buiten je eigen ik huis. Ik ga het proberen. Leuk. Dus dat, dus dat, dat, dat was mijn week. Dat is de 7+. Ik begrijp het. Hartstikke goed. En jij? Ik geef mijn week een 10. Oh. Ja, nou, dat gebeurt niet zo vaak natuurlijk. Ah, ja, maar ik, ik geef gewoon een 10. Oh, ja. wat lekker. Ja, het is ook zo'n week met eindes. Ja. En daar zitten ook natuurlijk de nodige uh, bijna momenten aan vast. Maar uh, mijn dochter is klaar met groep 8 en dan ze heeft de school uh, afgerond, de basisschool, met allerlei feesten en musicals en uitluidingen. Daarover straks meer in de vorm van een probleem, uiteraard. Yes. Want van elk mooi moment kan ik een probleem een maken. Een team is ook problematisch, man. <laughs> maar uh, daar ben ik toch... Uh, heel, dat was een hele gelukkigmakende week. Vooral die musical. Nou ja, dan, dat is voor mij ja, eigenlijk mijn hele bestaan waard. Zo'n musical ja. bekijken. En mijn zoon is uh, weliswaar hakken over de sloot. Maar over. En eigenlijk is het nog feestelijker als je kind hakken over de sloot overgaat. Zo, dan inderdaad. als hij ruim overgaat. Want ja. dan zit je eigenlijk gewoon de hele ja. dag in de stress. En dan hoor je verlossend van hij is over. En dan... Valt oh, er best wat allemaal... Sorry. lekker. Sorry. Nou, dus af. Ja, dus ik, ik dacht, weet je, dit zijn gewoon hele mooie momenten. Ze vallen allemaal samen in een week. Ik ben daardoor ook wel een beetje moeig en, en inderdaad een beetje labielerig. Ja, maar op een fijne manier. Op een goede manier, ja, ja. zeker. Ja. ja, heel erg fijn. Ja, lekker. Ja, dus ik heb ook ontzettend uh, gedanst op het uh, eindfeest uh, van de groep acht... Ja wel weer heel erg 48, dat je dan daarna spierpijn hebt van het dansen. Op een schoolfeest. En schaamden de kinderen zich voor jou en voor jullie? Uh, ja. ja. Nou, dat hoort ook zo namelijk op een uh, feest. Ik vond het heel lief. Ik had een, een lied geschreven voor dat feest. Want ik moet altijd overal een lied voorschrijven. Ja. Dat is een soort dwangmatig iets. Op en... welke en dan op de bestaande melodie? Ja, ik dacht uh, sinds een dag of twee... Ja? Ik dacht, dat kennen al die boomers. Kunnen we ja? lekker meezingen? Het is een ontzettend makkelijk lied. Kan je nog. Weet je nog. Ja, je weet vast wel hoe het ging. Uh, even kijken. Kleuters waren wij, Bye. we wisten bijna niks. Nu zijn we puberaal oh. en dat is wel iets seks. Oh, wat <laughs> goed. Dat vond mijn dochter een vres vreselijke zin. Maar het was heel lief, want ze zei eerst... Oh, heb je nou weer een lied geschreven? Oh. En ze zei ze later... Ik vind het eigenlijk wel heel lief dat je een lied hebt geschreven. Oh, dat is geweldig. Ja, ja. ja maar we hadden... De, de, nou ja, ik weet niet. Het was gewoon heel mooi. En nu, uh, nu is het genoeg. Maar uh, ja, ze hebben zich niet erg geschaamd. Zelfs ja. niet toen Gijs van een glijbaan ging tijdens het feest. dat wil je ook. Dat wil je ook. Ja, dat wil Als ik puber. Ook. Nee, pap, oh god, heb ik mijn vader gezien? Oh, oh god, Stel ja. mijn moeders foto's van te maken. Oh, oh nou cringe, ja. cringe, cringe. Ja, heerlijk. Nee, je hebt het heel goed gedaan. Het was heel fijn. Ja. Um, dus, waren hey, er problemen? Ja, en wat, wat, wat? Ondertussen staat hier iets gigantisch oh, op tafel. Oh ja, een groot Een Een. een wat, wat is die mooi, die mand? Hij is handgemaakt. Oh, en er knispert van alles Hij van weer. Hij we is natuurlijk ambachtelijk <laughs> gemaakt. Zoals mijn zoon zegt, ambachtelijk. <laughs> alles wat ambachtelijk is, nee, nee Cody vindt alles wat ambachtelijk is afschuwelijk. Ambachtelijke bitterballen, dat zijn bitterballen met stukjes. Ja, die zijn eigenlijk goor. Ik ja. Ja, heb hier maar. ook in Amsterdam zo'n winkel die heet Stag. Ja. Het is heel erg Randstad. Ik weet mensen dat er ook mensen buiten de Randstad naar ja. deze podcast. Maar mocht je haast, een keer naar Amsterdam komen, dan loop je, je meteen een, tegen een stad. Je aan. ziet een kn knotsgekke winkel met ambachtelijke dingen en gekke letters op ja, de en ramen. heel veel merenges. En ik zou zeggen, pak je portemonnee maar. Want als je daar een merenge koopt, dan uh, kan je een maandsalaris neertellen. Maar goed, en dat alles wat daarmee te maken heeft, dat haat mijn zoon ook. En dat noemt hij stachachtig. Stag-achtig vind ik heel goed. Ja, Stag stach is ook prima hoor. Daar werken ja. hele naar voor mij. Mocht jullie al zoiets willen spoelen, ga je gang. Je kan er ook ik een hele lekkere gevulde coffee. koek halen. Of toch eens een s'avonds een fles wijn. Als je denkt, ik, ik drink door mensen. Ja, dan is daar toch de dag. Ik, ik moet naar een dinertje. Ik haal wat ambachtelijke. Precies. Dus Ik heb ook helemaal niks. Dat in, maar ze hebben ook hele lekkere chocolade eieren. en zo. Maar voor je voor 6 miljoen niet. euro. Maar <laughs> nee. goed, de mand. <laughs> de mand. Knisper, 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 knisper. knisper, knisper. Heel erg efteling <laughs> wat halen we eruit? Nou, een boekbiet. Reclamemand, 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 reclamemand. Nou, stel je rijdt uh, vanuit Kroatië en één keer uh, terug naar Nederland. Hè? Ja. Weet je wat dan lekker is aan om op te zetten? Ik denk een luisterboek. Bookbeat. Oeh, Bookbeat. Je sluit lekker je telefoon of je laptop, sluit je lekker aan op je auto en dan over de speakers laat je dan eens eventjes lekker een heel boek uh... schallen schallen. Ja. En dan moet je eens kijken hoe snel die tijd voorbij gaat. En dan ben je toch ontzettend goed bezig terwijl je gewoon heel veel autodrop opeet. Ja. En wakker probeert te blijven. Ja. Je luistert namelijk naar een heerlijk boek. Dat is toch fijn? Op voorgelezen door een fantastisch iemand. Ik heb dat heel vaak gedaan. op vakantie. Heerlijk. En soms is het zelfs zo dat je dan denkt: van duurde de reis nog maar een uurtje langer? Precies. En dat zou ik dan bijvoorbeeld lekker doen met het boek What the fuck? van Mariam Hassouni. En dat is een hele lieve. Fantastische collega van mij, die heeft een boek geschreven over een uh, ontzettende klote tijd die ze eigenlijk op haar werk meemaakte. En uh, 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 een ja, beetje in het MeToo-spectrum. Het, uh, het, het, het zit in het MeToo-spectrum, het zit in het racismespectrum, het zit in allerlei hele nare vervelende spectra, Ook met pesterijen. En je ziet eigenlijk gewoon een heel dappere, ontzettend lieve getalenteerde jonge vrouw die zich daar. Uh, probeer het aan ze ontworstelen. Ik vind het heel ontroerend. Mariam leest het zelf voor. Ja, mooi. En uh, het is een heel dapper boek. En ik, uh, nou ja, goed. Ik ben heel erg dol op Mariam, dus ik wil heel graag. Uh, ga ik lekker nog eens eventjes naar nou, What the Fuck luisteren. Heel goed. Dus That's jij okay. hebt What the Fuck. Ja. Ik dacht, ik ga even kijken bij de klassiekers. Boekbied heeft ook een hele afdeling ja. klassiekers. hebben sowieso heel veel afdelingen. Uh, en ik heb gekozen voor de klassieker. Gerard Reven leest de avonden. Meester met zijn leuk. eigen Gerard Reven-stem. Ik heb dit, ik zal je eerlijk zeggen, best wel uh, ver. Ik weet niet, ben niet bij het einde gekomen. Heb je, of, je dit geluisterd? Ik heb het geluisterd. Oh, echt? Ja, oh, wat leuk. En het, is, Was ik, het fijn. Ja, I love Gerard Reven. Ja. hoe fout het is nu natuurlijk ook ja, Snap maar ja. je? Goed, maar goed, dan kon dan die man niet weten over He? hebben. Ver in de vorige eeuw is dit. Maar het is. Onstellend grappig, genant, pijnlijk, uh, tergend, ja, zo'n ontzettend leuk. Boek. En met zijn eigen stem voorgelezen. Geweldig. Terwijl er bestonden nog niet eens luisterboeken. Dus dat is leuk dat dat toen even gedaan is. Ja, Vind ik wel bijzonder. Dat heeft hij zo ontzettend goed gedaan. Dus ja, dat je is echt een Ja. Um, je gaat gewoon even. Oh, nee, sorry, ik mag nog niet zeggen. En het leuke is, het is gratis. Want met de code AF en Lies ja. mogen wij 60 dagen, nou dat is echt bijzonder, ja, gratis Boekbeat weggeven. Dat ja. is toch fantastisch. Af en Lies leuk. aan elkaar geschreven zonder uh, grote letters, maar met kleine letters. En, en dan moet je even. Punten. Kijken op boekbeat.nl. Ja. En dan kan je lekker genieten van die 60 dagen gratis proeftijd. Mooi, hè. Reclamemand, man, reclame man. Reclame -man, reclame -man. Oké, okay, af, mooi. Ja, hartstikke leuk. Dit gezegd hebbende. We schuiven gaan we de doen? mand even terzijde ja. en we gaan lekker naar onze problematiek. Mag ik jullie even een klein probleempje voorleggen? Zeker, dat okay. moet zelfs, Lies. Uh, ik zal jullie eerst daartoe een anekdote vertellen over mijn eigen leven. En ik ga in deze anekdote letterlijk met de billen bloot. Oh, leuk. Um, Gaat het weer over je wc? <laughs> het heeft te maken met wc's. Ik was, jongens, uh, uh, hou je vast. Ik, ik was... Een keer te gast bij een programma dat heet Ik hou van Holland. Ja, dat ken uh, ik. Nou, dat op kennen zich we kan we je. allemaal ja, dus ik. Nou ja, goed dat. En, en was ik en. Uh, Mocht je ook dat met dat cadeau doorgeven doen? Dat vind ik ja, leuk. heb ik ook oh, ja. gedaan. Ja, ja heel spannend. Als ik het zeg, word ik alweer zenuwachtig. Ja, het is Snap gewoon heel ik. zenuwachtig maken. Want je bent toch bang dat je zegt poep, 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 kak, 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 schijt. Dat je dat soort dingen gaat roepen. Oh ja, Tourette. Ja, ja, dat heb ik altijd bij talkshows en dingen. Ja, dat je denkt ik ga nu poepen. Ja, maar heb ik niet gedaan. Maar wij gingen allemaal met z'n allen daar eten. En, en we gingen dan eerst eten, we gingen Bami eten daar, of ik weet niet meer wat, wat het was. En toen daarna ging je, dan ging je in de make-up. Je trekt je kledi, kledij aan. Dat dus je denkt, nou, je hebt dan iets moois gekocht. Je denkt, dit is mijn. Ik hou van honnepen. ja En toen uh, dacht ik, Jezus, ik moet volgens mij echt heel erg naar de wc. Oh, Want voor, en dus je wil niet dat je, nou ja, Iedereen moet trouwens voor zo'n televisieoptreden. Moet iedereen echt ja, poepen? Dus ook iedereen. voor een voetbalwedstrijd. Ja. Voor een optreden. Een opera. Al die mensen vlucht, hebben echt een uur zitten te kakken. Ja. Ja. Het is gewoon zo, jongens. Ik schrijf me dan helemaal super. Precies. Ja. Dus iedereen moet poepen, want je wil gewoon, je vluchtreactie is... Lozen. Je darmen, darmen leeg. Ja. Ja, oh, sorry als je uur. nu aan het lunchen bent of zo. Dus ik dacht, ik moet in die... Ik hou van Holland Studio een wc zoeken, die gewoon een beetje... Ver, ja, weg. ver weg ligt. Ja. Samen met mij was daar een collega. Ik kan haar naam niet noemen. Wij dachten allebei, wow, wow, wow jongens, eh, eh, kom. Dus wij gingen met z'n tweeën gingen wij een wc zoeken. Ja. En er waren niet zo heel veel wc's in die hele studio. Het is een enorme studio, maar op een of andere manier... Ja, dat dus is wij, vaak zo. Ja, ja, dus wij in ieder geval trapjes en zo. Uiteindelijk vonden we dan een wc. Twee wc's naast elkaar. Wij gingen zitten, de deur op slot. Oh, ik, ik riep zo, en ben jij ook uh, lekker? Ja, en uh, jezus, bij mij is het oh, echt... fijn dat dit samen met haar in ieder geval kon. Ja, ja, dus we gingen praten, lachen. En ineens uh, hoorde hoor ik zo. En er moest dus nog iemand naar de wc. Oh. Die stond echt de deur. Ja, en het was Simon. Of Nick. Van Nick en Simon. Het is... Het is had hij stekels is... of had hij haar? Want, want er eentje heeft iets, die heeft iets bollere wangetjes. Is dat Nick? Nee, dat is Simon. <laughs> Simon heeft een lang gezicht. Nee, Nick heeft een lang gezicht en een korte naam. Simon heeft een rond gezicht en een lange naam. Ja, ik heb zoveel even Nee, het is eef. een lange. Oh, het dan is het de Nick Lange. Dan is Nick. Nou, in ieder geval, daar stond Nick of ja. Simon daar weet, dat en weet die ik moest gewoon poepen. niet meer en die moest ook poepen en, hallo ben je... Ja, hij vroeg het helemaal zo want we hadden elkaar al bij het bamie eten gezien ja, en zo een al, al een beetje we ja, hadden al een band en ik dacht ik kan ik ik ik, ik moet er nu uit Ik je nog meer poep? Stonk, jongen oh. en naast mij idem Dito. ik ik rook het gewoon onder de deur en hij hallo dus ik ik dacht ja ik ik ja. moet nu maar gewoon het first erin ja. dus ik deed dus ik zei achteruit. En toen deed ik de deur open en heel snel dicht. En toen zei ik, als jij deze wc ingaat, maak ik je dood. Oh, wat goed. Ja, gewoon dreigen. Ik dacht, ik ga gewoon keihard erin. Ja. Ik zei, ik maak je dood. Ik vermoord je en dan kan je helemaal niet meer optreden. Je, je ja, kan je dat cadeautje dan je alles voor jou op. Dus als jij deze wc ingaat, ben je dood. Dus, uh, en toen zei ze zo, hey, heb je gescheiten? <laughs> wat natuurlijk heel en normaal is. Ja, ja, ja sorry, ik, ja, ik, ik, kan nee. ook, ik kan er ook niks aan doen in dit verhaal. Het is gewoon echt gebeurd. En toen zei ik, je mag hier niet in. Jij Input shall not pass. Je moet weg, weg. Maar het was gewoon de enige wc. En dat heeft heel erg lang geduurd. Oh, ja, ja, jij stond hem echt als Ik wil naar binnen. Ik wil naar binnen. Ja, ik zei: Nee, het kan niet. Je gaat, ik maak je dood. Ik vermoord je. Je, je, je. En het was lachend. Maar ik moest op een maar het gegeven moment ook serieus. Ik moest echt bijna huilen. Ik denk: Als Simon of Nick dit ruikt, oh, nee. dat kan gewoon niet. En naast mij was het doodstil. Oh, Die ik zat dacht, nou, gewoon die dag. Nou, de, NSB, de NSB die zit naast mij te poepen. En die, 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 die zegt helemaal niks. Dus dat deurtje was <laughs> nog op slot en die zei niks. Ja die dacht Doe ik zei, alsof nou ja, deze wc defect ja, is. Ik dacht ook, ja, ik weet niet meer eens of die nou afgeropt en aan een andere wissegingen. Of dat hij. Ik dacht op een gegeven moment, nou ja, weet ja. je, gooi maar in mijn pet. Toen ben ik weggegaan. Ja. En het aan de goden overgelaten. Ja, en toen heb ik daarna nog wel eens een keer een paar jaar daarna met een groep acteurs een hele nacht scheten zitten laten en toen bleek Nick of Simon achter een gordijn te zitten. Dus elke keer en toen heb ik daarna. waarom zat hij daar elke... achter een gordijn? Want ik ja we moesten wachten tot we iets konden opnemen en, toen, en elke keer ik zei elke keer als ik jou zie dan heb ik iets met poep. Ja, ja dat, daar moest hij dan ook wel om lachen want hij wist het nou, ook nog goed. Hij herinnerde zich. Hij denk wist het denk nog het toiletmoment. Wel. Maar ja. jullie zaten allemaal scheten te laten zitten en hij zat achter ja. een gordijn. Ik vind ja, het een hele om, absurde en, setting. om met zes mensen. Pff, ja, God, het was vijf uur s'nachts. Hadden je... jullie ook weer iets met bonen gegeten? Ja, ik vind het Vindt niet. heel knap als jullie allemaal op. op een commanden. gegeven moment na een uur of zeven, acht wachten. Dan, dan ja, misschien word je had iedereen zo al mee heel heel dan... opgehouden ja. en zaten ze gewoon en je klaar. Je werkt al lang met elkaar. Dus dan nou ja, goed, oh. dat gebeurt. Maar toen bleek hij dus achter een gordijn te zitten. Mijn vraag aan jullie: want het is een heel lang verhaal. Ja, nee, maar wel de moeite iedereen waar. zal dit misschien wel eens mee hebben gemaakt. Wat doe je als je een semi-openbare wc uitkomst en het stinkt naar poep en je kan er niks aan doen ja. ik je kan er gewoon niks aan doen en of het is de poep van degene voor je ja of maar je dan hebt het zelf die gedaan al, diegene ja. ook dat jij het was je doet de deur open en je ziet gewoon iemand daar staan dat is altijd degene die je daar niet wil hebben nee. en wat is zeg je dan Nick of Simon. zeg je dan iets tegen Nick of Simon wat zeg je ik heb mezelf aangeleerd om gewoon stoïcijns uh, naar de wasbak te lopen, mijn handen te gaan wassen en wegwezen. Gewoon ontkennen. Nou ja, weet je, ik denk... Nou ja, in jouw geval is het iemand die je weer terug gaat zien... meteen twee seconden later in een goed bekeken spelletjeprogramma. Ja. Bij mij is het meestal iemand in de koffiecompany... die ik hopelijk nooit meer hoef te zien. Want dat is wel een plek waar het soms gebeurt. Maar um, jammer dat iedereen dit nu weet. Ehm... Um, ja, ik, 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 ja, het is gewoon heel ingewikkeld. Maar ik, ik, het is ik denk wel eens van, nou, weet je, diegene gaat toch niet naar mij toe komen van: hé, hey, mevrouw uh, heeft u net gepoept. Dus die, die vindt nee. het ook gênant. Dus die denkt: ach, nou, wow, die vrouw, jezus, durft ze. Maar we gaan er geen interactie over hebben verder. Nee. Dus uh, ik heb best wel vaak dat ik een deur open doe en ik ruik en ja. Dan zegt diegene voor me: ja, dat was ik niet. Hoor. Nee, dat, <laughs> ook, dat deed ik ook heel dat vaak was ik niet. Dat was ik niet. Dat was ik niet. Denk ja, let it go. Je gaat gewoon je, je handen wassen en wegwezen. Ja. Soms, de... Soms ga ik meteen wegrennen, dan wacht ik tot die ander op de wc zit... en dan kom ik nog even terug om handen te wassen. Maar zo, om zo snel mogelijk maar die deur uit te zijn. Maar gewoon geen oogcontact maken. Geen oogcontact maken, ja. 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 Je weet ook hè, als je in een wc binnengaat... en er, staan, er is een rij wc's en de eerste wc heeft de deur helemaal open... Ja, en, en iemand staat net... heel lang zijn handen te wassen, ja. dan is daar gepoept. Ja, daar ja. maar mijn vriendin Pauline zegt dus... Ja. Ik weet niet of ze dit ergens ja. heeft gelezen, want zij weet heel veel. Of de... Heel vaak, als je een hele rij wc ja. hebt om uit te kiezen, kies je de kies middelste kiet je... Nou, je kiest altijd net degene waar net gekakt is. Ja. Dat is heel vreemd. Ja. Dat is heel gek. Dat is heel gek. Ja. Kan iemand daar een keer een scriptie over schrijven? Ik denk dat wij uh, instinctmatig naar de veiligste wc willen. En dat doet iedereen. En dat doet iedereen. En ja. voor iedereen is die wc dan de veiligste wc. En dat wc. is meestal de laatste wc. De laatste wc, ja. Dus ik ga vaak naar de eerste wc. Die is vaak best ja. wel schoon. Nee, de eerste wc, daar is heel veel urine licht aan vaak. Is dat zo? Ja, want dat, daar gaan ze denken, mannen. Oh, mensen denken, ik moet alleen maar plassen, ik neem de eerste wc. Ja, en daar komen denk ik ook kinderen het meest. Ja. Want die gaan en die niet plassen denken, natuurlijk alles onder. De, ja, die pissen ook alles onder. Ja. Ja, gisteren was ik toevallig ook in zo'n blokje. En toen was ik naar de eerste. Ja. En daar uh, was, stonk het dus naar poep. Dat was heel vreemd. Dat gebeurt me niet zo vaak. En bij de ga eerste. jij zitten of hang je? Zitten. Ik kan niet hangen. Als ik ga hangen, ga, ga ik over mijn broek heen plassen. Ja. 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 Zo simpel is het. Dan wil ik nog eens een uh, item uh, Ja, ik wil sowieso. Aan plassen. Een heel, uh, hele aflevering, zullen we dat doen? Ja, en ja. Uh, als wij nou uh, ja. op uh, de camping zijn, dan kunnen we misschien ook een keer praten over. Ik ga het even opschrijven. Poepen en plassen Poepje. en douchen op de camping. Poepen ja. en plassen camping. Ja, en wanneer doe je dat? En wat, wat gebruik je als afleidingsgeluiden en zo? Ga je dan ja. heel hard zingen? Ja. Dat soort dingen. Laat je alles gaan te gaan. Ik weet nog wel dat toen ik voor het eerst moest poepen bij mijn toenmalige vriend, dat ik heel hard uh, Wagner opzette op mijn telefoon. Subtiel. Ja, maar ik dacht, laten we maar gewoon een grapje van maken. Weet je dat? Dacht ik, nou ja, dan. Dat vind ik wel goed. Toen was het ijs een beetje gebroken. Oh ja, ik heb wel eens naast iemand liggend zo lang een scheet liggen ophouden, weet je wel. En toen was ik in slaap gevallen, Zo helemaal uitgeput van het scheet inhouden. En toen schrok ik wakker door mijn eigen scheet. En had de andere het gehoord? Nee, hij sliep gewoon door. Oh. Maar het was echt zo... Ik heb het toch gedaan. Terwijl, ja, ik bedoel, ja, het is maar lucht. We gaan het ook hebben over wanneer je in de scheetfase komt. Ja, in je relatie. Na hoeveel jaar of maanden. Ik ik? Ja, Scheetfase. scheetfase. Ja. Als jullie er nog iets over willen zeggen, ja, bewaar heel het. Heel graag. DM het, Voor de volgende DM het, of hoe dat ook heet. Wanneer kom je in de scheetfase? Stuur flessenpost met jou wanneer jij in de scheetfase bent gekomen. Ja. Met je vrienden en of slash relatie. En of je dan ook echt gaat doen van trek eens aan mijn vinger. Ja. ja. Goed, we moeten Prima. helaas door. Ah. Uh, het is, ja, ik denk dat we een uh, spin-off podcast over uh, scheet kunnen maken. Maar uh, nu komt mijn probleem. Ja. Het is iets minder, uh, ja, jolig van aard. Ja. Helaas. Het heeft ook niks met Nikke Simon te maken, gek genoeg. Um, maar ik zat dus in die groep 8 um, afscheidsweek. Ja. Dus we hadden uh, een feest, een musical... en nog een, een feestelijk uitocht met Rodeloper uit de school. Dus we er waren erg veel verschillende afscheiden. Eigenlijk elke andere dag hadden we een afscheid. Ja. En uh, toen lag ik s'avonds in bed naast, uh, na de musical. En ik was nog uh, vol emoties en, en geluk en zo. En toen zei ik tegen Gijs... Ja, en dan zit ik toch te denken, want nu is dus de hele basisschoolperiode afgerond. Nu heb ik geen enkel kind meer op de basisschool. Dan zit ik toch te denken van, uh, had ik toch niet meer met de andere moeders uh, moeten afspreken en moeten koffie drinken? En had ik, ik bedoel, ik dacht niet had ik niet meer moeten doen op school, want ik heb letterlijk elk kerstdiner en elk lied en elk ding gedaan. Ik bedoel, dat, dat ze moesten me echt op een gegeven moment weg gaan houden bij die school. Maar had ik niet meer met de andere ouders nog moeten bonden? Want ik vind die ouders heel erg leuk. Maar schooltijd was voor mij ook gewoon werktijd en voor de anderen over het algemeen ook. Dus we, weet je, ja, had ik niet dan toch elke woensdag moeten koffie drinken? Maar Aaf, hoe had je dan moeten bonden? Op wat voor manier? Ja, je bedoelt nog... heel lang bij koffiedrinken? Nog meer drinken. Weet je wel, je hebt wel van die clubjes moeders die hebben koffiedrinkroutines bijvoorbeeld. Ja. En ik, ik, ik zag dat vaak en dacht ik van ja, maar ja goed, ik moet nu even ik ja. Moet nu door. Ja. En, uh, ja, je ziet dat ouders dan zo heel erg vriendinnen worden. Of ja, nog gaan ze van... op vakantie ja. en zo. Ja. En nou ja, wij hebben ook wel een uh, stel met wie we op vakantie zijn geweest, dus dat heb die hebben we in de pocket. Ja. Maar, um, ik weet niet, ik voelde ineens. We hadden ook nog zo'n heel diep gesprek met drie moeders vlak voor de musical. Weet je ja. Zo'n Heel erg, heel erg van, van. Oh, en ik heb dit en ik heb dat. Een heel mooi gesprek. En toen dacht ik, ja, jeetje, nu gaan ze allemaal weg. Ah, ik moet ze vasthouden. Ja. En toen zei Gijs, toch leuk? Dit was ironisch. Uh, hoe jij altijd van een heel mooi en gelukkig gevoel iets kan maken van had ik maar. Uh, hoe je eigenlijk van iets wat je heel goed hebt gedaan. Toch even iets kan vinden wat je misschien niet noemen. goed hebt gedaan. Ja, dat, dat is het, hè? Ja, dat is zo bizar. Zelfs dat als ik bijvoorbeeld heel erg geniet van iets, dan ga ik denken: heb ik, ja. heb ik van elke seconde genoten? Of ben ik per ongeluk even twee uurtjes uitgegaan of uh, even niet zo? Ja, opgenomen. want je hebt heel erg veel gedaan, veel meer dan ik. Je hebt een geschreven. Ja, ik had geschreven. Er meer tijd voor, Lies. En, nou, dat is helemaal niet waar. Nee, jij kan gewoon heel, efficiënt, heel, heel efficiënt omgaan met je tijd. Jij. Ik niet. Ik zit Oef. heel lang uh, de krant te lezen en te denken wat ik moet doen. Snap je? Ja. Maar, maar uh, jij hebt kersttinees gedaan. Je hebt uh, daar gluwines aan schenken. Waarschijnlijk ben een kerstmuts op. Je ja. hebt sportdagen geholpen met, ja. met ben een ik op sponsorloop. Een sportdagen mocht ik op een gegeven moment ophouden van mezelf. Maar... Schooltuintjes heb je zeker gedaan. Ja. Je hebt geknutseld. Ja. Nou, snap Luizen, je? Dus, pluizen, yes. dus je weet ergens deep down wel dat jij gewoon wel echt alles uit dat schoolmandje hebt. Ja, wat erin zit. Ja, ik heb er bizar veel uitgesleept. Ja, absoluut. Ja. En het is ook nog eens je tweede kind. Ja. Bij je eerste kind denk je: oh, dit zijn mijn soulmates, deze ouders. En dan ja, dat, dat heb je, dat, dat, dat ga je op een andere manier om dan met de ouders van dus de klas van ja, je tweede kind. mijn kinderen kind. zitten heel dicht op elkaar. Dus uh, voor mij was het een soort algemene ja. schooltijd, zeg maar. Het ging, ging heel erg gelijk op. En het... Ja, ik weet niet. Ik, ik heb altijd, als ik afscheid moet nemen van mensen... heb ik eigenlijk twee reacties. Ten eerste wil ik ze heel graag vasthouden en nooit meer loslaten... en beste vrienden blijven ja, Terwijl dat natuurlijk helemaal niet kan en je wil dat ook eigenlijk helemaal niet. Waarschijnlijk nee. kan dat niet. En, en dan toch ook bij zo'n musical heel vreemd. Dan, dan kan ik er zo slecht eigenlijk mee dealen... dat ik bij, bijna zonder iemand te groeten uiteindelijk het gebouw uitren. Ja. Dus er kwam nog één moeder naar me toe van... ik kom je nog even een knuffel geven... En toen dacht ik, oh god, dat moet ik eigenlijk ook nog bij tien mensen doen. En, en, en ineens woep was ik weg. Dan, dan heb ik een soort van dit vind ik zo ingewikkeld. Misschien, misschien is het ook dat die dingen je ook misschien doen denken aan vroeger ja. en aan dat je dat eigenlijk nog eens dunnetjes over zou willen doen. En dan ja ja ik vind ik dat, dus zo, dat afscheid. Ik, ja ik weet dat afscheid ook heel moeilijk is, hoor. Ik bedoel en je eigen afscheid van groep acht. Heb je daar ook ja. nog aan gedacht? Ja dat vond ik heel moeilijk. Ja. ja. Ik, ik hechtte zo aan mijn school. Ja. Ik, de school ja. was zo'n... Nou ja, sterker nog, ik ging er elk jaar nog naar terug om een rapport te laten zien en zo. En, Ach, wat lief. Ja, ik woonde er dan ook tegenover, dus ik, ik zag ze gewoon de hele dag. Maar ja, ja ik, 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 ik hing erg aan school. Aan de basisschool zeker. Ja, dat snap ik, want dat ja. was een soort enorm anker en een, ja. ook een soort thuis. Heel erg. Ja, ja. ja. Godzijdank heb je zo'n ontzettend fijne en leuke school gehad. Ja, die je dat... heel geborgen... en mijn kinderen ook. Want het ja. kan natuurlijk ook allemaal heel ongezellig en vervelend zijn. Ja. Of met ouders die je helemaal niet leuk vindt. Of, uh... Maar gij zegt altijd, onze school is een beetje een romantische komedie. Het is bijna een beetje too good to be true. Ja. Alle leraren zijn ook heel knap en jong en zo. Ja. En spelen gitaar en blaas piano en weet ik veel wat. Ja. Dus het is gewoon zo'n school waarvan je denkt, het is een sprookje, het kan niet. Het is ook weer heel anders dan bijvoorbeeld speciaal onderwijs. Ja, precies. Ja. Weet je? Ja. Maar trouwens, dat moet je ook niet afdoen als dat het anders Nee, heel want daar is heel... ken ik ook als... ouders die juist hele diepe banden hebben opgebouwd. Ja, omdat met ze docenten ook heel veel delen. Maar, hebt, maar op speciaal onderwijs heb je niet een heel diepe band met andere ouders. Nee. Op een of andere manier. Is dat heel erg ieder voor zich en, en hebben die ouders vaak niet. Nee, en die hebben veel soorten, natuurlijk. Ja, ook. misschien, maar, maar, op, maar ze houden ook die ouders heel erg uit elkaar. Ze zitten er helemaal niet op te wachten dat ouders dan dingen met elkaar gaan nee, doen. Nee, zo. Het is heel raar, ja. eigenlijk. Hè? Dus op een, op een gewone basisschool is dat heel. Uh, is dat heel natuurlijk. Heel natuurlijk. Ja. En je zit met elkaar. Uh, je hebt, ik, ik had ook weer van, vorige week een uh, picknick. Met een serie-picknick van ouders die. Uh, uh, van, van, van de basisschool van mijn kind, maar die is, er, die, die is er al lang vanaf. Ja, grappig is dat. Ja, ja zit je daar toch en dan. Dat... Ja, dat valt dan ook weer een beetje uit elkaar, kan ik me voorstellen. Dat valt ook een beetje uit elkaar. Er waren dan nog de helft van de ouders, dan nog, denk ik. Ja. En de helft van de kinderen. En uh, het is ook wel heel mooi om te zien hoe iedereen ouder wordt. En ik ja. Ja, zat dan zo met, met grootmoeders dan zit je zo over je scheiding te praten. Ja, over te <laughs> volgende stap. Het heeft ook wel iets heel moois. Ja, het is niet meer, je hoeft het allemaal niet meer op te houden. En, nee, uh, dat is waar. De mensen nee. voor, aan, voor wie je dan nog in groep 1 of 2 nog een beetje bang was. Dat je denkt: oh, dat is echt een perfecte stijl. Een perfecte, perfecte vrouw. Ja. Ja. Is ook gewoon uh, 55 en ja. uh, gescheiden. En, ja. uh, Zit met mediator te kijken. Het, uh, het, het is toch een heel fijn soort verbondenheid. Dus ik denk dat jij volgend jaar ga jij ook nog zo'n reunie-picknickje uh, een keer Zeker. hebben... En dan zit je daar en dan ben je allemaal ouder geworden. En dan uh, voelt dat heel fijn en gebroederlijk. Ja. Dus, dat, dus dat, dat is niet helemaal nee, voorbij. Nee, dat is niet weg. En ik denk nee. ook dat ik, dat ik heel erg voel wat die kinderen voelen. Zo van, oh, acht jaar loslaten. En oh, de ongewisse middelbare school, ja. weet je wel. En, en het ja, is want net stel je, je, dat je voor dat, dat dit zou blijven duren. Ja, nee, dat lijkt me eigenlijk vreemd. Nee, nee. Dat, dat zei ik ook tegen mezelf van... Af, dit is ja. juist een zegen. Je ja. kind gaat door in het leven. Je, ja. ze, 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 dat is goed. Ja. Dat is hoe het hoort, ja. weet je wel. Ja. Gisteren zei ze, het lijkt me heerlijk... om een week in mijn eentje in New York te zitten. <laughs> Twaalf. Waarom niet een week alleen in Doetinchem, zei jij? <laughs> waarom niet? Nou, ik zei, <laughs> waarom niet bij mij? <laughs> maar... Um, het moet gelijk <laughs> New York zijn... <laughs> Het zal ook eens niet. Ga ze een week naar Vlissingen. Huh? Ze... Begin nou eens met een week Vlissingen. Begin eens met een week Leidse Rijn. <laughs> Als je dat overleeft, mag je naar New York. Ja, die nee. is, ja, dit gaat natuurlijk alleen maar door. Ja, en, en, maar wat ik dus bij mezelf wil beëindigen... is, er was iets heel moois. S'avonds gauw bedenken hoe ik hier iets naars voor mezelf van kan maken. Dat is zo'n rare reflex. Ja, maar ik zou ook... Ik, het is ook ontzettend grappig en een beetje Woody Allen-achtig, snap je? Ja, Dat je zelfs daar dan weer een probleem van ja, hebt. Heb on... ik wel genoeg een band opgebouwd ja. met mijn moeders? Ja, had ik in 19. Weet ik veel wat? Ja, toch moeten ze zeggen, ze koffie moeten drinken met. ze. Ja, precies. Na samen, samen pilates en dan daarna heel lang koffie verkeerd drinken ja. en klagen over onze mannen. <laughs> ja weet je wel? Nee, Heb jij zo Ook ben je dat hij altijd niets. rommel op de trap laat liggen. Oh ik ook. Oh en al die sokken, jongens. <laughs> Gooi jij ze ook maar gewoon in de mand. Ja. En die popveeg. Snap je, langer. dat is, ja. <laughs> ik krijg toch dat Dat wil je natuurlijk helemaal niet. Nee, dus ik dat denk dat, ook dat ook je zo. het precies goed ja. hebt gedaan. Ja. En ik moet zeggen, de moeders die ik leuk vind, die, 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 die waren ook helemaal niet heet. Van oh, we moeten nee. koffie drinken. Die waren ook gewoon van die oh god, werken. ik moet uh, ja. naar mijn werk helpen. helpen. Ja. ja. Nee, ik was ook wel, bij, bij de eerste was ik leesmoeder en dingen maar nu ben ik af en toe. heb ik luizen gedaan. En ja. ik heb uh, kerstdinee gedaan. Dan ja. gingen mijn vriend en ik. hadden iedere smoking aan. En dan gingen we. Oh, bij het kerstdiner. Oh, wat leuk. Toen dacht ik ook. Nou, dat, dat is wel genoeg. Ja. En dat zijn ook de leuke taak hoor. Dat luizen. Dat is een hele dus leuke taak. Minder maar. Nou, ik, heb met, ik heb zelf min 5,5. Als ik dan mijn bril, geen bril op heb en ik heb mijn lenzen uit. dan kan ik helemaal in die hoofden. Oh, je hebt een, dan soort dan een kan luizen heel blik. goed zien. Oh, ja. en ik denk dat met jouw dus dat fascinatie voor. Flora en Fauna, ook de luizenpluis misschien wel weer een mooi moment kon zijn. Ja, ik heb ook echt een zeker aan luizen. Ja, Mag ik goed. weet nog dat jij een keer... Toen waren we in dat Eftelinghuisje. Oh. En toen had jij een luis ergens. En jij was echt helemaal hysterisch. Ah, het is heel kut, want ze uh, is Gijs nog prioderm gaan halen, toch? Ja, in, in zes flessen of zo. Dat ja. zijn we allemaal meteen of nou ja. in ieder geval. Ja. Ja, dus ik ja, ja, jullie allemaal besmet met luizen. Nou, ja. goed, luizen lopen heen weer, door de wereld. Het is niet van één iemand afkomstig. Maar goed... Ja. Nou ja, luizen dit, 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 is ook nog een leuk uh, iets ja. om het over te oh, hebben in een, ja. in een aflevering van 6,5 uur. Ja, en dat je er dan achter komt dat je ze hebt en net op een dag dat je veel mensen op. hebt geknuffeld. Oh, luizen. luizen. En hoe, schrijf, hoe zeg je het en tegen wie zeg je ja. het? Ja, een Beetje ja. zoals geslachtziektes. Ja. Ik wil net zeggen, is geslachtziektes. Ja. ja, Zo van, ik had gisteren ik ben nog nooit door iemand luizen. gebeld en die heeft gezegd, hey, uh, hi, ken je me nog? Ik ben uh, Evert van. Uh, oh. En ik heb syfilis. Weet je nog? Van, ik heb syfilis. <laughs> Misschien heb jij ook syfilis. Ik heb dat ook nog maar meegemaakt. We zitten altijd maar op dit te kloppen. Op dit plastic tafeltje waar we ons aan hebben gezet. Goed, Lies. Um, Prima. Ik zie. Ja, dat is heel gek, maar die mand is ineens weer terug. Hé, hey. maar kan het nou? Jezus, hij, hij is bootjes. weer gevuld. Hij is weer gevuld, die mand. Zal ik het er eens even uithalen? Ja, gezellig. Reclamemand, 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 reclamemand. Ik zet even mijn bril op aan. Want uh, wat ik nu tegen jou ga zeggen, dan gaan je oortjes van klapperen. Nou, vertel. Nou, het gaat erom dat, uh, dat uh, we gaan de match gaan maken. We gaan mensen koppelen aan een uh, schitterend apparaat. Te dat weten. zit hier in de mand en dat strooien we uit over de mensen. Dat is namelijk een laptop. En die kun je gewoon winnen deze week. Ah, laptop winnen! Wie wil dat nou niet? Ik zou de ik win zelf nooit wat. Ik zou deze laptop dolgraag willen Je kan winnen. meedoen, Elise? Ik ga misschien ook meedoen. Het gaat erom dat je eigenlijk een nieuwe beste vriend uh, zoekt. Voor je kind. Precies. Je kind gaat weer naar school. Of hij dat nou leuk vindt of niet. Jij vindt het zelf heerlijk, want dan is hij weer eens lekker... Uh, niet de hele dag Blijt, thuis. Hè? En hij heeft daar eens een nieuwe beste vriend voor nodig. Het is namelijk een heerlijke laptop. Ja. Waar je van alles mee kan doen. Zeker. Waar Keihard die, surfen. Tuurlijk, hè? Videoland zit. Door die webgolven surfen. Je kan erop photoshoppen. Je kan er Sinterklaas gedichtjes op schrijven. Video's bewerken. Het is één grote draaikolk van creativiteit. Absoluut. En die koop je natuurlijk op bol.com. Yes. En wij hebben op bol.com als ware matchmakers die wij zijn. Ja, want wij kennen mensen bij bol.com. We <laughs> hebben daar gewoon connecties. En, uh, wie kennen wij niet? Ik ken heel veel mensen bij bol.com. En ik heb geregeld persoonlijk <laughs> uh, via bol.com dat jij dus je kind kan koppelen aan zo'n laptop. En als ja. je dan uh, een, een lekkere openingszin uh, achterlaat op onze Instagram pagina. Avenlies los het wel weer op. Ja? Dan, uh, dan, dan kun jij uh, misschien die laptop binnen. En Dan komt het allemaal goed. En dan lach jij je gek, want dan heb jij gewoon een gratis laptop voor je kind. Nou, beter wordt het niet. En deze HP, moet je even weten, Lies, is heel geschikt voor het bewerken van foto's met Photoshop. Dus mocht je kind dat moeten doen voor bijvoorbeeld een leuk uh, werkstuk, ik noem maar wat, ja? dan kun je deze HP echt uh, heel goed voor gebruiken. Okay, okay. Nog even wat je moet doen. Wij zijn dus Oprah Winfrey in dit geval. En wij zeggen: You get a laptop, you get a laptop. Nee, nee, nee. Is en we niet zeggen: één iemand krijgt laptop. een laptop. Kom op, mensen. Ik bedoel, we zijn ook maar mensen. En bij bol.com moeten ze natuurlijk ook, Ech, uh, ja, ook uh, gewoon leven. Dus het is gewoon als jij een hele leuke openingsinschrijft. Voor jij, jou, gaat, jij gaat naar onze Instagram Stories laptop. deze week. Ja. Daar verschijnt een <laughs> sticker waar je op kan reageren, waar je op kan drukken. En dan ga je een hele leuke reacties verzinnen samen met je ja. kind. En dan moet jij eens kijken wat jou staat te wachten. Reclamemand, 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 reclamemand. Zo. Oh, en ik haal de mand van tafel en ik eerlijk. zet hem lekker uh, onder de tafel. En dan kan ik mijn benen erop leggen. Oh, leuk. Ja, dat vind ik ja, mooi. Dat is fijn, want uh, ik word ook al wat ouder en dan kan je af en toe je benen lekker strekken. Ja, krijg je van die knieën? Uh, Aaf, uh, ik wil heel graag het, uh, het probleem van de week aan jou voorleggen. Ja, Vind je dat goed? Ja, ik ben benieuwd. Oké okay, jongens, hou je vast. Mm -hmm. Hou je vast. Yes. Hoi Aaf en Lies. Eind 2022 hebben mijn vriendinnen en ik een gesprek gehad over trouwlocaties. Het was een casual en leuk gesprek en niemand zou op korte termijn gaan trouwen. Ook ik deelde mijn favoriete plek om te gaan trouwen. Nu is een van mijn vriendinnen recentelijk ten huwelijk gevraagd en hield ze de locaties waar ze ging kijken voor mij geheim. Na herhaaldelijk vragen kreeg ik geen duidelijk antwoord. Je voelt hem al aankomen. Nu hoorde ik laatst haar laatst tegen iemand anders zeggen dat ze op mijn favoriete bruiloftslocatie aan het rondkijken is. Nu lijkt dat misschien niet erg, maar ook kleding, ideeën en vakanties kopieert ze geregeld van me. Ik merk dat ik haar hierdoor irritant begin te vinden. Wat kan ik hiermee? Ja. Sorry dat ik Ik begin vind... te krabben ook van die luizen ja dat is altijd als je hebben jullie ook thuis hebt. Hebt, dat je dus oh, nu al sorry denkt. mensen dat ja ik krijg nu ook hier een heel erg jeuk ja dat is de luizenplek um, ja ik vind dit ja. um, ik vind dit eigenlijk ook wel een film of zo lijkt me heel leuk van zo'n vriendin heel, die alles kopieert ja. nou, ik denk ook... natuurlijk eerst een single white female precies het, waar dus wij een keer over hebben gehad zelfde haar haar en zelfde ja nou, ik maar... vind, ik vind eerlijk gezegd, een trouwlocatie wel een andere leak dan een tas of zo. Of een lippenstift of een, uh, een ideetje voor een vakantie kopiëren. Ja, dat is waar. Want kijk, een trouwlocatie is blijkbaar echt iets heel heftigs en persoonlijks. Nou, ik, ik, ik ging trouwen, vind ik zelf, op een hele originele locatie. Waar ja. nog nooit iemand was getrouwd, dus het was origineel. Zou jij het erg vinden als daarna iemand daar ook ging trouwen? Nee, daarvoor. Dat is dit. Want ja deze weet ik vrouw, ja. ja. weet ik maar ze Zou nee, je dat echt vind vinden erger. als ik ze zeg heb nee, ik ben eindelijk je gevraagd. Ik heb ja gezegd ik ga ook daar trouwen. Maar als ik dat in die tijd aan iemand had verteld en zij had even zich ertussen gewurmd en was eerder dat gaan doen. Ja. Dat had ik echt heel vervelend gevonden. Ja. Vooral omdat je natuurlijk ja. vrienden deelt. En dan is iedereen ja. van Jezus, ga jij nou ook al daar trouwen? Boring. Ja. Ja, ik zou dan toch als ik deze vrouw was dit wel aankaarten ja. of die trouwlocatie. Weg. Ja, want het is het is ook gewoon niet zo aardig. Nee, het is... Kijk. Uh, ja, ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het zelfs altijd best wel een eer als iemand mijn vakantie kopieert. Dat vind ja, ik, heel ik, erg ik moet leuk. zeggen, ik ben echt een vakantie -na aper Dus als ik dan denk: uh, Oh, je hebt een ezeltocht gemaakt. Ja, in, uh, maar waarom ook niet? Toscane oh, dan, dan denk ik dat we daar. Daar heb ook. ik toch ook nul last van. Dat, uh, ja, dat, is heel, dat vind ja. ik alleen maar heel leuk. Ja. Als iemand zegt: Oh, jij was daar en daar, kan je even het hotel doorgeven. Dat vind ik alleen maar fijn. En je zou, je, je zou ook, maar ja, dat is dan mijn hypocrite laffe manier, af en toe grappen over kunnen maken. <laughs> Met: uh, Ja, jongens, ik heb een, dit nieuw blousje, maar je moet het niet. Niet kopen, hè, Anneke? Want ja. uh, ik weet hoe jij bent. Ja. Volgende week loop jij ook in dit blouseje. Want uh -uh, anders steek ik je in brand. Ja. En ik, ik moet zeggen, Zoiets. ik heb vorige week nog aan iemand, die had een heel mooi jasje aan, heb ik gewoon meteen gevraagd, waar komt dat jasje vandaan? Nou, ja. ik, ik, ik doe dus dat altijd ik heel schaamteloos. Ik ook. Ja. 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 En en dan denk ik er later ja. wel weer over. Misschien moet ik het niet kopen of misschien moet ik het niet dragen... als ik weet dat ik haar zie of weet ik veel wat. Maar soms zie ik gewoon echt iets heel moois. En dat, 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 dat zie ik zelf als een compliment. Als ja, ik, ik heb ook wel van die stijl-icoonachtige types. Ja. Uh, en dan vraag ik heel vaak, wat, wat denk jij, zou dat iets voor mij zijn... Dat jasje of heb je waar heb je dat gekocht het is en ook het een soort leuke dat, dat uitwisselingen. Ja. Het is ook vriendschapachtig vind maar ik. Maar bijvoorbeeld iemand die precies hetzelfde parfum koopt als jij? Oh ja, dat is niet oké. Okay. die uh, precies dezelfde de, 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 de sieraden ja. koopt als jij of zo. Die, dat zijn toch ja, wel Dat is moeilijk. Een beetje rare dingen, ja. Parfum vind ik iets heel persoonlijks, de ja. sieraden, ja. En trouwlocaties vind ik ook iets heel persoonlijks en babynamen. Ja, ja, ik wil net zeggen, babynamen ja. is misschien iets wat je wel kunt vergelijken met trouwlocaties. Ja, ja dat is nog wat permanent. Uh... Nee, dat, dat mag je gewoon echt niet stelen van iemand anders. Nou, nee, moet vind ik, ik zeggen, ook. Een baby -naam wel, uh, ik zat nog wel te denken over dat gesprek. Kijk, bijvoorbeeld hier in Amsterdam heb je een aantal hele uh, vaste trouwlocaties waar heel veel mensen trouwen. Ja. Dus dan vind ik het toch weer een beetje anders. Want dan ja. is het niet echt een gejat idee. Dan is het gewoon: nou, ik ga naar een van die tien standaard locaties. Ja. Weet je? Maar dit klinkt een beetje alsof zij een vrij uniek uh, plan had geopperd. Mm -hmm. Ja, en, en omdat die vriendin het ook zo geheim stelt, ik vind het gewoon sneaky. Ik vind het gewoon niet oké. Okay. Nee. Dus je kan nu nog ingrijpen. Hè? Ik bedoel, je kan nu heeft ze die locatie nog niet geboekt. Dus ik zou ik zou het toch gewoon zeggen. Ja, ik zou het ook zeggen. Ja. Want anders denk ik dat je toch een keertje gaat ontploffen. Ja, dan wordt een, dan. Ja. En misschien wel ja. op, op de trouwdag zelf. Ik bedoel, dan kom je daar met zo'n zure kop aan. Dat is helemaal niet leuk. Ja. Dat gaat die vriendschap gewoon. Uh, dat is al aan de gang. Je, je vindt er al irritant. En waarom zou je dat eigenlijk doen? Hè? Dat je dus gewoon ongevraagd dat van iemand dan kopieert. ideeën van iemand kopieert. Ja, dat is gewoon niet helemaal. Goed. Ik zou dat eigenlijk altijd benoemen en vragen. Ja. Ja. Ik, ik zou het ook echt gewoon zeggen. En misschien niet met een grapje, maar gewoon echt van: Ja, sorry, ik vind ja. op dat jij uh, bij uh, weet ik veel, uh, trouwde La Luxe, uh, een uh, ja. ding hebt geboekt. Ik, ik vind het echt heel jammer, want dan wil ik zelf gewoon heel graag trouwen. Ja, dat had ik verzonnen. Ja, en oké, okay, ik heb nog geen relatie. Misschien kan en, ik jou dan, helpen met het zoeken naar een andere leuke trouwlocatie. Slash broek, slash juweel. Ja, slash babynaam, hint, hint, hint slash idee. Maar uh, vakantie. Ja, dus ik zou, wel daar, ja. Ja, ik zou het wel aansnijden. Ja. Het is tijd, de tijd is gekomen om dit aan te snijden. Oh, ik ben heel benieuwd wat voor mensen we hierbij zouden kunnen visualiseren. Weet je wel? Of, hoe, zou deze, hoe zou deze vrouw eruit zien hoe zou die trouw, ja, trouwsnatcher eruit zien? Nou, hetzelfde, want die kopieert al haar ideeën. Ja. Ja. Ben heel benieuwd voor die trouwsnatcher wat hij nu aan het die doen trouwsnatcher. is. Ja, of die nu al de jurken uh, aan het kopiëren is van iemand anders. Het ja. erg. Ja. En de, de eerste dans. Oh, en de wat voor DJ. En welke is het, band. Ja, oh, ik heb trouwens iemand trouw DJ gekopieerd. nee ja, dat vind ik ook niet zo erg. Het ja, was gewoon een hele leuke DJ. Het ja, was, was fantastisch. Ja, vonden ze ook prima. Ja, maar ja, ja. ja. Ik was een keer op een heel erg leuke bruiloft. Nu ga ik ook iets zeggen, nou dan is dit idee ook gesneed. Uh, dat was echt een fantastische bruiloft. Uh, waar dan waar ineens trafassie optrad. En eh? En er stonden gewoon in mijn herinnering wel dertig mensen en Mai Tai was aan het zingen en het wow. was één groot feest en op een gegeven moment ging het was een één grote polonaise met trafassie en heel oh, veel steel wat drums leuk. Door, en het was gewoon grillen van boeken. de lach ja dus ik wil heel graag als ik ooit getrouwen wat, no wat nooit gebeurt Nou, nou ja, ik ben al een keer getrouwd maar dat was zonder trafassie maar ja. uh... die ene keer zonder Precies. nee de volgende ja. keer moet met nou, en ik maak dus elke keer grappen met dat travass die dit jaar al vol zit. Dat we travassie niet meer kunnen krijgen. Dat je trafassie... moet je bruiloft aanpassen op het schema van travassie. Dus jongens, ik ga. Ik bedoel, ja, dat, nou ja, Oh, jongens. Ik verheug me hier nu al op. Ik ben sowieso voor bandjes boeken ja. op ja. feesten ja. en op uh, uh, trouwerijen. Ja. Jongens, want die bandjes die zijn er allemaal. En die willen gewoon heel graag spelen. Ja. Die hebben een busje en die gaan met z'n allen door het land. Niemand ja. boekt meer een bandje. Ja, we hadden ook een bandje. Oh, dat ja. is toch het leukste ja, wat er bandje. is? We een bandje. We een Keihard, de neef van Gijs. Met z'n hele leuke ja, band. Ja, dat is fantastisch. Maar dat was wel. Uh, ja, dat was wel. Dat. En grappig genoeg heb ik dat dan weer eigenlijk gekopieerd van mijn zus. Die jaren eerder die band had geboekt. Zonder te weten dat ik ooit een relatie nou, met Gijs, Gijs zou krijgen. En die neef op mijn huwelijk. Nou, ja, heel bizar. Mijn huidige vri vriend. Die speelde vroeger heel veel op bandjes. Want die, oh, die deed gewoon heel veel bruiloften. Oh, ja, ja, die was leuk. zanger. En die deed heel veel bruiloften. En die had een band die heette Central Heating. Dan zegt hij: Hi, wij zijn Central Heating. En elke keer als hij zegt. begint over zijn tijd bij Central Heating. <laughs> dan moet ik lachen. Ik vind dat echt zo'n goeie. Jeetje, waarom zijn Vooral de bedrijfsfeesten, uh, bruiloften. He hij heeft heel veel bandjes <laughs> gehad. En allemaal hebben ze grappige namen: oh. Dr. Bibber. Dat vind ik ook een heel grappige naam was een funkband, Dr. Bibber. Central Heating was dus voor uh, bedrijf, <tot> bedrijf, Dr. ja Dr. Bibber. En, oh uh, god, wat was dat nou? <tot> oh, mijn make-up loopt helemaal oh, uit. Oh god, hij is nog meer heel grappig. <tot> nou ja, het is gewoon een hele leuke Central man. Heating en Dr. En dan zo heel, een zo heel uh, ja, De, hallo mensen. hij hey, vrouw, hallo. Ja, het zo heel <tot> lekker... Fluurs die nummers oh, zingen, maar Thessisch. eigenlijk moet hij dan op jullie bruiloft spelen met de ex-bemanning van Central Jezus, Heating. Jezus, wat zou dat leuk zijn! Ja. Ja, Nederlandstalig met een accordeon. en die band heette de Depositos. Heef <laughs> uh. <laughs> hè? Jezus, hoeveel bands ja. heeft heel gehad. veel bands. Oh ja. mijn god. Leuk hè? Ja, dit is echt heel leuk. Ja, het, het is, het het is. Oh. We gingen, ik, ik, ik heb vanmorgen nog over sensor heating in bed gepraat. Ja, boom, ja boom. Nou, we gaan afronden, jongens. Oké, okay, dus Floor die valt in slaap. Uh, <laughs> die, zit, die zit echt te knikkenbol ja, omdat het Floor, over sensor heating echt gaat. moeilijk. Ja. Prima, um, prima, prima. Vriendin, confronteer vriendin. Dan gaan we okay. nu naar de natuur: nou. zweefvliegen. Nou, wat zijn ze leuk, hè? Er zijn honderden soorten zweefvliegen, ook in Nederland. Ze doen geen vlieg kwaad, maar er zijn wel een aantal zweefvliegen die er eng uitzien. Heel eng, en dat is precies de bedoeling en dat heet mimicry. Sommige zweefvliegen zijn verkleed als hommel, als bij of als wesp. Als je goed kijkt, dan kun je het verschil duidelijk zien en het is een hele leuke sport om te zien op welk dier de zweefvlieg dan wil lijken. Zo zag ik vorig jaar de stadsreus. Een vervaarlijk uitziend dier dat graag op een hoornaar wil lijken. Door de klimaatverandering komt deze zweefvlieg, de stadsgeus, steeds meer in Nederland voor. De stadsgeus hoopt dat wij allemaal gillend wegrennen als hij op een madeliefje gaat zitten. Hij is verbazingwekkend groot, onze grootste zweefvlieg, en net zoals de hoornaar onze grootste wesp is. Nee, ik lees het helemaal niet goed voor. Hij is, <lacht> <lacht> hij is verbazingwekkend groot, onze grootste zweefvlieg. Net zoals de hoornaar onze grootste wesp is. Beiden zijn eigenlijk tegen mensen heel vredelievend. Waar de hoornaar moord en verderf onder de wespen, bijen of hommels kan zaaien, leeft de stadsgeus vreedzaam van nectar uit bloemen. Zijn leven begint als een ei ergens onder in een wespennest. Hoe kan zijn moeder daar terechtkomen zonder dat ze wordt doodgestoken? Nou, misschien heeft het iets te maken met geur. Kijk, wij weten natuurlijk allemaal dat je bij de zombieapocalypse jezelf moet insmeren met sap van dode zombies. om ervoor te zorgen dat de anderen je niet ruiken. En dat ze niet ruiken dat je nog leeft. Nou, misschien kan de stadsreusmoeder ook zo'n geur nabootsen: een wespegeur, dat alles helemaal oké okay is. Heel rustig gaat de stadsreusmoeder in het hol van de leeuw, het wespennest, binnen en niemand doet haar wat. Haar eitjes legt ze onder in het nest en de larfjes, eenmaal uitgekomen, doen ook niemand kwaad. Ze eten dode wespelarven en ander afval en ze ruimen dus ook nog lekker op. Sommige mensen, net als sommige dieren, die lijken alles mee te hebben, ze zien er goed uit. Ze zijn lief voor anderen. Ze dwingen een stukje respect af zonder dat ze zich laten gelden. Ze leven met gevaarlijke vrienden die heel aardig voor ze zijn. Ze hoeven niemand dood te maken. Ze hebben stalen zenuwen. Ze houden van bloemen. Zou de stadsgeus de Arie boomsma zijn onder de zweefvliegen? Wat <laughs> was het? Jeetje. Ik denk ik het het wel. dat je hem ook gaat zien, de stadsreus. Ik vind Arie Boomsma... Ik heb, ik heb hem een keer ontmoet en toen dacht ik ook, die man is een reus. Het is een reus, het is ja. de stadsreus. Het is een stadsreus. En hij doet niks, hij is hartstikke lief, toch? Ja. en sterk en ja. ruikt lekker. en zitten Dat oude vrouwtjes oversteken, ja. hij houdt van bloemen. En ja. toch, don't fuck with Arie Boomsma. Oh, don't do that. Want hij slaat gewoon zo door een voorzetwandje heen. Ja. Nou, dat, dat idee. Dat is het. Dat is het. Mooi, Lies. Nou ja, we zijn er gewoon woensdag alweer. Yes, crazily enough Crazy. Uh, in de Podimo-app. Ja. dan gaan we het hebben over sushi in de jaren 90. Ja, ontzettend belangrijk. Ja, dus heel anders Schrijf dan sushi. Schrijf het allemaal nu. op. Schrijf het even in je dagboek. <laughs> um, als dit niet genoeg voor je was, ja, ja. nee, dat heb ik al verteld. Je kan ons volgen op uh, Instagram, yeah. YouTube, TikTok en dus ook Podimo. <laughs> En we Sorry. hebben een speciale blooper aflevering waarin Lies keihard niest. Uh, geef ons sterren via jouw favoriete podcast app. Ja, mensen vragen dan oh. hoe dat moet. Maar dat kan je in Apple Podcasts, Ik weet ook niet Spotify, hoe dat moet. Ja, dat, dat, Op een ster drukken? Dat kan gewoon. Ik heb het ook wel eens gedaan. Geen heel ongelukkig okay. ongeluk overigens. Maar dan moet je gewoon... op. Vijf sterren graag. Doen, uh, doen, als het doen, doen. En dan uh, horen we en zien en bespreken we. Nee. Tot gauw. Dag.